Ik was even bij Tesla om te kijken of mijn nieuwe Model X al is aangekomen. Nee, die is er nog niet. Die is op de trein naar New Jersey, waarbij een schip uit Miami hem ophaalt. en dan naar Tilburg brengt. en dan komt eind januari. De nieuwe Model X heeft Autopilot 2.0 hardware met acht camera's. en 50 keer snellere computer die volledige tunnels kan rijden. En Chris Heiligers van EC-Rent, die heeft hem al. Die heeft al de nieuwe Model X met de nieuwe camera's. en die, die rijdt dus nu gewoon eigenlijk. Hoe is het om erin te rijden? Ja, fantastisch. Uh, heerlijke auto, heel veel uitzicht, maar gewoon uh, lekker uh, ouderwets stuurtje vasthouden, hè? Dus dat hele autopilot, dat werkt nog niet? Nee, nee, hij heeft... Dus je hebt eigenlijk minder functionaliteit nu met die autopilot 2.0, want de software is nog niet klaar en jij rijdt dus nog gewoon met die handjes aan het stuur, net zoals al die ouderwetse mensen die nu kijken? Ja, klopt. Uh, heel erg ouderwets, maar stiekem ook wel leuk. Kijk, binnenkort nog een verrassing. Krijg ik uh, eindelijk een update en dan mag ik weer uh, zoals ik gewend ben niet ja. meer zelf. Ik ga even naar die auto van uh, Chrisie Grijven. Een uur. Even naar Geldermalsen. Daar staat hij een dag. En dan morgen wordt hij uitgeleverd aan de klant. Ga ik even kijken. Uh, even dan over EC-rent. De vorige keer toen ik hem tegenkwam, toen, uh, een jaar geleden, had je twee auto's, geloof ik. Twee Tesla's. Hoeveel heb je er nu? Uh, negen stuks. Acht Tesla's en een BMW i8. Oké, okay, dus uh, Chris houdt van uh, lekkere, dure auto's en, uh, en die, rente, die, die, die verhuren jullie. Hè? Wat, wat, wat zijn de verhuurprijzen nu? Waar varieert het tussen? Uh, tussen 199 per dag voor de Tesla's tot uh, 399 per dag voor de BMW i8. Oké, okay, dus tussen 200 en 400 euro en de, de, de Model X is 350. Dus je, nou, je bent dus enorm uh, gegroeid. Uh, daarvoor was je student en heb je voor een... Uh, wat heb je nog meer gedaan? Ik heb voor een uh, sportautoverhuurder gewerkt. En toen ging je dus gewoon deze auto's aankopen? B, verhuren, C, verzekeren. Uh, wat voor problemen had je eigenlijk als. Want je had natuurlijk geen trekrecord. Nee, nee, heel gedoe. Dus uh, je moet mensen overtuigen dat je idee, punt één, goed is. Dat het juiste moment is om in te stappen. Uh -huh. En dan het allermoeilijkste dat ik ook nog een betrouwbaar persoon ben. Hè. Ik kom net uit school. <laughs> Studenten met gewoon acht auto's tussen bij elkaar. Is dat gewoon bijna een miljoen euro? Nou, ja, het is een miljoen euro. Ja, ja. 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 En wie heb je nou zover gekregen dat, om dat uh, te financieren? Uh, een mix van. We zijn begonnen met uh, Credits. Dat is een organisatie die, uh, die, die financieren uh, leuke concepten waar de bank niet naar meedoet. Daarna hebben we gecrowdfund. Heel hip, maar los daarvan heel mooi. Want je krijgt een hele leuke groep mensen die met je meedenken, meedoen en verkopen. Dus dat, dat was heel succesvol. En ook verhuren, hoeveel heb je daar heb je daar een Tesla bij elkaar gespaard? Twee zelfs. Twee. Ja, twee. Ja. So, ja. Dat, is nou, dat is ook alweer heel, heel modern dat dat gelukt is. En, uh, en nu? En nu doet de bank wel mee, maar nu zegt de bank: Hé, hey, wacht eens even, de markt heeft vertrouwen in jullie met de crowdfunding. Nu vinden we het ook leuk. Dus, ja. dus dat is crowdfunding steeds meer. Als je dat kunt doen, dan krijg je ook gewoon van andere mensen krijg je vertrouwen, zoals banken. Aan de andere kant, verzekeringsmaatschappijen? Heel moeilijk, hetzelfde verhaal. Tesla is sowieso al niet te makkelijk zout om te verzekeren. En ga je hem ook nog eens verhuren aan Jan en Alleman. Dus uh, ja, dan moet je je ietsje beter indekken. En uh, we hebben een half jaar ongeveer een telefoon gehangen om het rond te krijgen. Maar het is gelukt. En waar zit je nu bij? Uh, via een tussenpersoon bij AZ. En weten zij het ook? Zij weten het zeker. Ja. Zij weet het ook, oké. Okay. Dus dat is mooi. En dan, en dan de verhuur, zeg maar via internet en via ja. wat voor manieren? Hoe, hoe verhuur je die auto? Waardoor krijg je hier klanten? Eh, nou, via de eigen website. Momenteel heb je gewoon ook heel veel mensen die Googlen gewoon op Tesla huren. Uh, het is een heel populaire auto. Uh, los daarvan moet je ook gewoon zorgen dat je op, uh, op Google bovenaan staat. En uh, daar wordt hard aan gewerkt. We staan heel hoog. Uh, maar en gewoon, je betaalt er niet voor. Het is gewoon natural, uh, zeg maar. Uh, Momenteel wel nog, hè. maar ja, goed. We hebben ook het geluk dat er nog heel weinig concurrentie is. Gewoon. Dat uh, beseffen we ons uh, zeer goed. goed. Timing is alles, ja. dus je zijn natuurlijk begonnen toen Tesla echt in de Way omhoog uh, zit. En <coughs> <coughs> hoeveel concurrenten zijn er nu met het uh, rente van, uh, het vuur van Tesla? Nou, in, weinig, uh, in Nederland weinig. Er is nog een, een ander, twee andere autoverhuurders die hebben eentje. Die pakken het ook op een andere manier aan dan ons. En je hebt het wel bekende de staan privé, dat doe je zelf ook hè, De cable. Ja, 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 Daar staan privé-eigenaren op met, met auto's. Ja, ja, maar goed, dat is inderdaad, dan moet je wel heel erg weer aanpassen aan het uh, gebeuren. Oké, okay, wat zijn de volgende, wat zijn de komende plannen? Uh, volgend jaar wordt uh, vooral goedkopere auto's, want we willen niet per se in dat hoger segment blijven. Het is net leuk om iedereen erin te krijgen. Dus uh, Hyundai Ioniqs gaan we mee beginnen komend jaar. En uh, wie weet wat nog komt. We hebben ook net, ja, is wel een dure een Jaguar besteld, volledig elektrisch. Ja. Maar ja, dat is het praten we over hetzelfde als die Tesla. Hè? Ja, ja, dat kost zo'n ding? Dat weten we weten nog niet helemaal, maar ga uit van minimaal 90.000 euro. Oké, okay, dus dat zei ik niet. Dat zeg ik gewoon, Tesla-prijs. Een, Tesla een volledig ja. elektrische Jaguar. Ja, bijzonder hè. Met wat voor een batterij? Uh, die kunnen we vergelijken met de 90 van Tesla. Dus uh, 90 kilowatt uh, kan ook snel laden, niet zo snel als supercharger, maar yeah. dat komt wel. Wanneer komt hij Midden-18. Het is allemaal een beetje mysterieus zoals het hoort bij uh, oh, dit soort auto's, okay. maar midden-18. Midden-18, dus over nog anderhalf jaar. Ik heb het filmpje ervan gezien, was inderdaad. Uh, okay maar dat is een mooi filmpje. Dat kunnen ze wel maken. Maar dus ook we krijgen over anderhalf jaar krijgen we dan uh, zeg maar de Jaguar. En dan uh, dus dat is het mooi dat die er ook mee gaan komen. Nog andere dingen. Ga je ook iets met de Opel Ampera doen? Eh, willen we ook heel graag mee beginnen. Dat zien we echt als is de leuke auto voor het gezin. En uh, het is even afwachten hoe en wat uh, die nou precies gaat komen. Maar daar, daar, daar staan we vooraan in de rij. Ja. Mooi. Nou, oké, okay. dus dit was ec-rent.nl, geloof ik. Hè? Ja. En die hebben dus van die auto's tussen de 200 en 400 euro per dag. En dat is aardig gegroeid. Ik ga nu even naar ze toe in Geldermalsen. Daar staat dus die Model X. Ga ik even kijken hoe een Model X, die eigenlijk niks kan. <laughs> ga ik in ieder geval even foto's nemen waar de camera's zitten en daar dat even laten zien. Tot zo.